de workshop Digitools en gevolgd. En ik heb de workshop Mediawijsheid in je curriculum gevolgd. En voor de Digitools ga ik een aantal tools als Mentimeter gebruiken in mijn les om wat kennis te vergaren. En voor het curriculum heb ik samen met een collega die Engels geeft, hebben we gewerkt aan een manier om mediawijsheid in zijn les te gebruiken. Ik heb twee workshops gevolgd. De eerste workshop die ik heb gevolgd, dat is de workshop voor digitale middelen. Dus digitale tools om in te zetten in mijn lessen. En daar heb ik al een paar tools van gehoord, zoals Menti. Dat kende ik al wel, maar ik wist nog niet precies hoe ik het zou kunnen implementeren in mijn lessen. Dus dat heb ik geleerd om die in te gaan zetten. Ook voor rekenvaardigheid, niet voor mezelf, maar voor een collega hoorde ik dat er allemaal mooie tools waren. Dus die heb ik ook even genoteerd en die geef ik aan mijn collega door. Ik heb de workshop digitale didactiek gegeven, samen met een docent van ROC van Amsterdam, Menno. Het was erg leuk om de input van de mensen in de workshop te krijgen. Als docent persoonlijk kan ik daar natuurlijk ook wat mee in mijn eigen lessen. En het leuke was dat ik wat problemen van de deelnemers kon oplossen door ze handvatten te geven in de workshop. Ik heb deze middag vooral geleerd hoe ik verschillende tools kan gaan inzetten om lessen aantrekkelijker te maken op het digitale vlak. Ik heb best wel wat inspiratie op gedaan. En ik heb ook geleerd om even goed na te denken over hoe het curriculum in te richten en mediawijsheid in ons curriculum voor de opleiding meer een plek te geven of een vaste plek te geven. We zijn eigenlijk begonnen met vragen wat ze al gebruikten. En dat is heel divers van YouTube, Kahoot. Dat is natuurlijk een veelgehoorde tool die veel mensen, veel docenten en waarschijnlijk ook veel studenten wel al kennen. Ze werken er wel al mee. Maar voor hun is het eigenlijk nu vooral een uitbreiding geweest van er zijn nog veel meer tools waar ik mee aan de slag zou kunnen. Dus daar hebben we het over gehad. En we hebben ook vooral gekeken naar hoe dan. En vooral ook gekeken naar hoe dat dan een toevoeging is vanuit hun eigen professie. Namelijk hoe kan ik de kennis dan zo goed mogelijk aan mijn studenten overdragen. Wat ik heel interessant vond is een onderzoek. Ik denk op deze school gedaan door een docent om te kijken wanneer studenten nou bepaald online gedrag grensoverschrijdend vinden of zeggen van ho, stop, nu niet verder. En dat het veel beter is om dat samen met je klas te bepalen, die norm, dan dat als docent op te gaan leggen. Dus dat vond ik eigenlijk interessant. Wat ik meeneem van deze dag is eigenlijk dat er veel meer in het land gebeurt dan ik van tevoren eigenlijk wist. En ik zie dat er heel veel collega's op andere scholen eigenlijk nog in diezelfde beginfase zitten als wij dat eigenlijk, doen. En dat vind ik eigenlijk heel hoopgevend, want dat betekent dat we allemaal met dit onderwerp aan het stoeien zijn. En dat neem ik echt wel mee.